Vandaag ga ik laten zien hoe je een rauwe lasagne maakt. Het is erg lekker. Ik maak altijd een grote vierkante schaal vol. En die eet ik denk ik in 9 keer op. Ik maak het niet heel veel, heel vaak. Ik vind het wel erg lekker, maar ik vind het ook heel veel werk om te maken. Maar zo nu en dan denk ik, oh, ik heb zin in lasagne. Nou, vandaag was zo'n dag, eigenlijk gisteren al. Dus vandaag dacht ik, hup, we gaan hem maken. En ik ga jullie eigenlijk wat tips en trucs laten zien hoe ik dat nou doe. Ik heb al een deel voorbereid. De witte saus met macadamianoten, hazelnoten, zonnebloempitten is al klaar. Ik heb een tomatensaus gemaakt met basilicum, paprika, wortel, tomaat, knoflook en wat olijfolie. Dus die twee dingen zijn al klaar en ik heb alle groenten voorbereid. Dus nou, we gaan beginnen. Ik pak hiervoor een glazen schaal. En de eerste truc, omdat je niet wil dat alles aan de bodem plakt, is dat je daar amandelmeel in doet. Amandelmeel heb ik net zelf in de TriBest blender gedraaid. En je doet er op de bodem wat amandelmeel. En meestal wat ik doe, is een beetje heen en weer schudden. En als alles mooi op de bodem ligt, dan kan de eerste laag met groenten eroverheen. Nou, ik begin met courgette. De courgette heb ik in een heel klein beetje brag sojasaus laten weken. En dan is het simpel en we gaan de plakjes erin leggen. En die leg ik allemaal mooi naast elkaar. En eigenlijk is het net als een gewone lasagne stapelen maar. Dus ik begin met een laagje courgette. En daarop doe ik wat tomatensaus. En ik doe een beetje tomatensaus ook op de gok maken. Het kan zijn dat ik te veel heb gemaakt. Het kan zijn dat ik te kort heb gemaakt. Nou ja, het maakt niet zo heel veel uit. De tomatensaus doe je er overheen. En het komt niet zo heel nauw. Dat is ook niet zo ingewikkeld. En dat is laagje 1. Nou, wat hebben we nog meer? Ik heb echt prachtige groenten gehaald. Ik heb wortel die paars is. Ik heb een gele wortel. Ik heb een mooie aubergine. En ik ga nu eerst een laagje wortel doen. En ik kies daarvoor nou ja, echt die prachtige paarse wortel. En die maak ik altijd heel simpel. Ik pak de kaasschaaf en ik doe de buitenkant één randje eraf. En dan snij ik hem met de kaasschaaf gewoon in verdere stukjes. In dunne plakken. Doe ik ook wel eens met mijn komkommer. Dat is gewoon lekker. Dan heb je weer zo'n wat andere structuur. En andere smaak. Nou, ik doe één laag wortel. En dan hou ik er twee over. Daarnaast doe ik erop een laagje witte saus. Nou, die is altijd wat dikker. Je kan hem ook zo dun maken, zo dik maken als dat je zelf wil. Ik zal even een vork bijpakken, want dat zal het een stuk makkelijker maken. En ik probeer ook een beetje een zoetje erin te doen. Ik heb al zout ook in de sausen. Maar ik vind een beetje zoet ook wel erg lekker. Dus één keer even werk, maar dan heb je ook 9 keer avondeten. En als ik hem in de dehydrator heb gezet, dan snij ik hem eigenlijk in 9. En dan doe ik ook de rest in de vriezer. Laag nummer 2. Na laag nummer 2 ga ik voor een beetje een zoetje. Dus ik kies voor rode paprika. En de rode paprika heb ik deels in plakjes gesneden en deels gewoon in vliebers. En bovenop de rode paprika doe ik de basilicum. En de basilicumblaadjes leg ik ook gewoon er netjes op. Je kan zeggen van ja, basilicum heb je ook al zitten in je saus. Nou, dat klopt. Maar ik vind het wel erg lekker in een lasagne. Dus ik doe altijd één laagje basilicum lekker erbij. En zo bouwen we hem lekker op. En na het laagje basilicum gaat er een laagje courgette weer overheen. En dat drukt hem straks allemaal mooi drukt dat aan.
En de basilicum hoeft geen uren, of de courgette hoeft geen uren in de sojasaus te zijn. Doe ook niet te veel, dat heb ik ook wel eens gedaan, dan liet ik hem echt badderen. Maar die bracht, die is, de sojasaus is vrij heftig van smaak. Dus tegenwoordig doe ik gewoon niet te veel erop. Nou, hier hebben we deel nummer 2. Dan doe ik weer een laag tomatensaus. Laagje tomatensaus doe ik dit keer de gele wortel. Nou, dat heb ik hetzelfde gedaan als net. En de ene keer leg ik de plakjes zo neer en de andere keer leg ik de plakjes zo neer. Wel wat lastige snijden straks. Maar het zorgt er wel voor dat je wat meer structuur krijgt. Nou, de gele wortel was duidelijk wat groter, want daar hou ik iets meer van over. En op de gele wortel heb ik hier nog liggen bleekselderij. Ik had nog een restje bleekselderij, dus die heb ik gewoon heel klein gesneden. Ik doe ook wel eens gewoon lange stukken erin, maar in dit geval heb ik het gewoon klein gehouden. En op de bleekselderij doen wij nog een laagje paprika. Ik heb hier paprika in plakken gesneden. Want als ik nu de witte saus erop wil doen, dan plakt mijn witte saus aan de bleekselderij vast. Dus dat is niet heel erg handig. Dus ik doe eerst nog een laagje paprika erop. En die paprika die heb ik heel vals ook gewoon met het kaasmes gesneden. Ik moet zeggen, ging eigenlijk best goed. Laagje paprika erop. Op de paprika doe ik nog. Wat zullen we daar nu op doen? We doen toch nu al de witte saus erop. Nou, die vergt weer enige aandacht om die een beetje mooi te verspreiden. Ik heb nu ook denk ik de dubbele hoeveelheid erop die ik er net op heb. Maar ik heb zat saus. Dan vul ik hem ook gewoon nu eens lekker even helemaal vol. En met een vork gaat dat eigenlijk prima. Nou, we beginnen al aardig te stapelen zoals je ziet. Nou, ik had die prachtige aubergine. Die hadden ze hier en hij ziet er fantastisch uit. Dus ik kon hem niet laten liggen, dus ook die doe ik er gewoon lekker tussen. Die zal wel vrij veel vocht vasthouden. Dus die zal ook in de dehydrator even langer werk hebben. Maar vind ik niet erg. Ik heb geduld. Het hoeft voor mij niet zo klaar. Dus ik vind het goed. Deze ga ik wel een heel klein beetje snijden. Zodat het er ook een beetje mooi nog in past. Zodat overal een beetje een stukje zit. Hier is hij. Doe ik wel een klein beetje olijfolie in. Normaal laat je aubergine bijna altijd in de olijfolie zitten. Of ik kies niet voor olijfolie, maar ik kies voor een klein beetje lijnzaadolie. En ik zorg dat ik even met mijn vingers zorg dat de olie overal er lekker op zit. Dat geeft ontzettend veel meer smaak als je een beetje olijfolie op je aubergine doet. Nou, en daarna heb ik dan nog een laag, ook hiervan heb ik iets te veel, maar dat geeft niet. Ik heb nog een laagje witte wortel. Dus de witte wortel mag er voor mij ook op. Ze hebben hier vaak bij de natuurwinkel regenboogpeen. En dan heb je rood, wit, paars. Ja, prachtig. Ik moet zeggen, het is echt een waar kleurenpalet wat je dan op je bord hebt liggen. Nou, ik duw hem een beetje aan. Dan komt er weer een laagje rode saus op. Die mag niet druppen. Het zou zonde zijn. Ik moet mijn keuken schoonmaken. Nou, en dan is het een kwestie van eigenlijk de restjes die je hebt, die doe je erop. Dus ik heb zeker nog een keertje een mooie courgette.
En ja, wees niet te bang dat je hem niet, dat je hem te vol doet. Want al het vocht gaat er nog uit. Nou, ik maak de wortel maak ik ook gewoon op. Dat vind ik eigenlijk zonde. Dus ik doe er nog een laagje wortel op. Dan is hij eigenlijk nog helemaal. Is hij eigenlijk helemaal gevuld. Nou, de wortel mag er nog een laagje basilicum op. Ik had net de blaadjes al keurig geplukt. Nou, dat heb ik nu niet. Het is waarschijnlijk slimmer dat ik eerst nog de witte saus doe. Laat ik dat maar even doen. De witte saus moet ik nog even. En doe ik op de witte saus de basilicum blaadjes. Dat is een stuk makkelijker. Nou, dan gaat de telefoon. Een van de kinderen, zou jullie de telefoon even op willen nemen in de keuken? Of in de gang? Nou, we doen de basilicum erop. En na de basilicum doe ik er nog een laag rood op. En dan is hij eigenlijk vol en klaar. Dus volgens mij ziet hij er zo eigenlijk al wel heel mooi uit. Er gaat nog één laagje courgette op. Dan is de courgette ook op. Is hij lekker vol? Nou, dan moet je hopen dat de schaal niet overstroomt. Als je eigenlijk net als ik eigenlijk net eventjes heel klein beetje te veel hebt gemaakt. Nou, ik durf het aan hoor. Ik heb hem gewoon helemaal volgemaakt. Over de bovenkant strooi ik nog wat amandelpoeder. Niet alleen ziet het er gewoon ontzettend leuk uit. Maar het geeft ook ontzettend lekkere smaak. En je kan kiezen voor amandelmeel. En ja, je kan ook kiezen voor edelgist. Edelgistvlokken, dat geeft die kaasachtige smaak. Die heb ik ook staan. Maar ik heb ook genoeg amandelmeel. Dus ik kies vandaag voor de amandelmeel. Ik had het over deze, de edelgistvlokken. Ook goed voor je vitamine B, je folium en alles. Nou, dit is hem dan. Dit is de volledig gevulde, allemachtige schaal met lekkere lasagne. Nou, nu moet hij dus alleen nog in de dehydrator. En als hij klaar is, is hij klaar. Zorg wel dat je hem niet te lang droogt. Want als je hem te lang droogt, dan wordt het bijna krokant. Dus hou het een beetje in die middenweg. En ik eet hem het liefst warm uit de dehydrator. Heb ik hem in de vriezer gestopt? Nou, dan haal ik hem eruit. Laat ik hem rustig ontdooien. En eventueel zet ik hem nog even in de dehydrator. En meestal eet ik hem de tweede keer koud. Nou, succes!